Ik ben Martijn Boukens, werkzaam bij ProMatrix in Zegveld. En wij maken aluminium spuitgietmatrijzen en spuitgieten ook zelf. Wij hebben daar een heel proces voor opgezet om zoveel mogelijk matrijzen op jaarbasis te kunnen produceren. Daarvoor is in 2004 een behoefte aan automatisering ontstaan, omdat we de aantallen en levertijden met moeite konden maken. Die automatisering, daar zijn we naar op zoek gegaan naar verschillende leveranciers. En daar is Celro, door het stukje intelligentie wat zij in hun automatiseringswijze hebben verwerkt, is dat voor ons de beste keuze gebleken. Wij zijn gestart met een roundcell. Een roundcell is bij ons gekoppeld aan twee freesbanken. En die wisselt gereedschappen, werkstukken en spanmiddelen. En uiteindelijk, als je er dan gewend bent om te automatiseren en daarin verder groeit, dan komen er steeds meer wensen en eisen uiteraard. Uiteindelijk zijn we op een Accelerate uitgekomen enkele jaren geleden. En die wisselt voor ons eigenlijk dezelfde items die ik net noemde. Alleen is dat uitgebreid nu met het wisselen van ruw materiaal. Dat gaat automatisch uit een lade in een klem in de machine. En vervolgens wordt dat weer bewerkt en al uit de machine gepakt, uit de klem gehaald en weer teruggelegd in de lade. En dat is eigenlijk de automatisering voor zover als dat we nu hebben staan in de verspaning. Die heeft teweeg gebracht dat wij dus de mensen zoals we die hier hebben lopen in de verspaning volledig kunnen benutten in de zin van de echte freeskennis die je nodig hebt om de moeilijke details te laten maken, te laten frezen. En het standaardwerk wat eigenlijk voor elk onderdeel hetzelfde is, om dat automatisch te laten verlopen, waardoor het werk interessant blijft voor de werknemers. En de doorlooptijden die worden een stuk korter van. Mijn samenwerking met Celro is vanaf het begin af aan eigenlijk heel intensief geweest. Zij zijn de juiste partner voor bedrijven die nog niet helemaal de kennis hebben van automatiseren. Die worden echt heel goed ondersteund om de automatisering tot een succes te brengen. De uitdaging van het automatiseren is de standaardisatie die nodig is voor elk item wat je maakt binnen de automatisering. Dat moet voor elk deel hetzelfde zijn. En voordat je zover bent, moet je er heel goed over nagedacht hebben, zodat je dat ook elk item kunt uitvoeren om een enkel stuks productie in een seriematige omgeving te kunnen plaatsen. Als je die standaardisatie in de voorbereiding niet goed hebt uitgevoerd, is het niet mee te nemen in automatisering zoals we die nu hebben staan.